Mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van... Ik ben nu al bezweet, ik weet niet of je het kan zien. En dat is half omdat ik een hele set net fucking gebouwd heb hier. En half omdat ik paniek heb. Omdat ik... ik haat dit soort dingen, dat ik het niet echt kan voorbereiden. Dat ik gewoon van tevoren niet weet of het de moeite waard gaat zijn. Mensen, wat ik vandaag ga doen is acryl gieten. Is dat een goede vertaling? Acrylic pouring. Dat is een bepaalde vorm van schilderen, alleen... hoef je er geen talent voor te hebben. Nee mensen, dat is niet helemaal waar. Maar het is gewoon niet, je hoeft er niet zeg maar echt voor te schilderen met een kwast. Het is meer, je doet bepaalde lage verf in een bekertje. En dat zet je dan ondersteboven op je canvas. En dan trek je het bekertje weg en dan spoelt het er overheen. En dan draai je het een beetje en dan wordt het op een gegeven moment een mooi schilderij. Dat hoop je in ieder geval. En waarom ik zeg dat hoop je? Kijk, ik heb al zoveel van dat soort video's altijd voorbij zien komen. Oh, leuke painting hacks. En altijd als ik het kijk, denk ik van ja, ik weet niet. Het ziet eruit als van die super makkelijke kunst. Zeg maar van ja, het ziet er wel leuk uit, maar dat kan letterlijk een kind van twee, zeg maar, nog doen. Dat is hoe het in mijn judgmental brein werkt. Dus daarom dacht ik, mensen, laat ik het gewoon eens een keer testen voordat ik gelijk een oordeel klaar heb. Maar ik ga ook echt mijn best ervoor doen, want ik heb dus als idee, mijn moeder die is deze week jarig. En ik wist niet echt wat ik te moest geven, want je mag nu natuurlijk ook niet zomaar de stad in, tenminste mag wel, maar doe ik liever niet. Dus ik dacht van oké, kan ik niet gewoon zelf eens iets maken? En opeens zat ik te denken van... ik ben nu op paniek om dit te laten zien, maar ik was 9, oké. Mensen, wij zijn hier 13 jaar geleden of zo, zijn we naar dit huis verhuisd. Toen was ik 9. Mijn moeder had toen als idee van oké, we gaan naar een nieuw huis waar we dan met z'n drieën gaan wonen. En ze zei van, ik vind het dan leuk als jullie iets maken, mijn broertje en ik, als wij dan allebei iets maken wat dan in de woonkamer mag komen hangen voor ons nieuwe huis. En ik had echt dit gemaakt, echt zo afzichtelijk lelijk. Maar goed, ik was 9, dus... we weten allemaal dat ik nu super goed kan schilderen. Flashback naar mijn kaal en bloot, wat ook echt niet uitzag. Hoewel Niek, mijn broertje, er wel heel blij mee was. Oh, kom, dankjewel. Hoe heet het schilderij? Kaal en bloot. Waarom doe ik dat voor mijn moeder dan ook niet? Mijn moeder had dus ook als idee van, oh, als mijn broertje en ik weer uit huis gaan en we gaan zeg maar weer naar een nieuw huis, dat we dan weer allebei iets voor mijn moeder maken wat zij dan in haar huis op kan hangen. Dus ik dacht van, oké, dit is echt een ideaal moment om en een schilderij te kunnen maken en voor haar verjaardag. En het is dan gelijk het item wat zij weer mee kan nemen als ze zelf weer verhuist als ik hier weg ben straks. Maar daardoor zit er dus ook nog wel wat druk achter. Want aan de ene kant denk ik van, oh, het is gewoon een stom knutselproject wat ik nu ga doen. Maar aan de andere kant, omdat ik denk, ja... mijn moeder gaat dat in haar woonkamer hangen, dus ik wil het wel gewoon zo mooi mogelijk maken. Goed, genoeg gepraat. Ik ga gewoon beginnen, even in ieder geval met de voorbereiding. Ik heb al allemaal bekertjes met water. Mensen, oké, nog niet klaar met praten. Ik heb een paar tutorials gekeken en je had allemaal mensen die allemaal zaten van... oh, je moet 40 gram water en... überhaupt al, gram water, what the fuck. Maar je moet 40 gram water en dan moet je 40 gram verf bij doen... en dan moet je er siliconenolie in doen en... ik wil gewoon een relaxed middagje knutselen van laat me met rust. Dus wat ik gewoon doe, ik verdun mijn nepmerkverf gewoon met water. Daar doe ik verven in wat al half water is. En ja, siliconenolie kan je er dus blijkbaar in doen, zodat je zeg maar dit krijgt. Allemaal van die soort cellen noemen ze dat, die erin zitten. Maar er was één meisje die zei, ja, je kan ook kleurloos afwasmiddel gebruiken. Dus dat hadden we in huis, dus ik gebruik dat gewoon. Ja, ik ga even... hoe ga ik dit doen? Dat jullie mee kunnen kijken. Ik ga even van setup wisselen en dan ben ik zo terug. Kan ook over een uur zijn. Voor jullie is het 2 seconden. Oké, mensen, hi. Het is een beetje een rare... oh, mensen. Ik was wel een beetje een rare setting zo, maar... is dit niet een veel leukere setting dan hoe ik het net, zeg maar, had? Oké, voortaan zie je me misschien in deze setting, maar dan met een goede camera, want dit is mijn telefoon. Mensen, we hebben even 2 camera's. Jullie zien mij even zo en jullie... en jullie, hi, zien mij even zo. Want ik wil dat dit zoveel mogelijk HD is en hier... hi. Mensen, zoals je ziet, ik heb gewoon even onze bakplaten uit de oven gepakt. En ik dacht, ja, ik kan hem wel eerst schoonmaken, maar... ja, er komt toch allemaal verf op. Oh, je ziet ook nog allemaal rozemarijn liggen van de gebakken aardappels. Mensen, ik heb nog 1 canvas over. Alleen, deze is als enige zeg maar nog echt mooi. Kijk, ik heb bijvoorbeeld ook wel zo'n eentje als deze, maar ik weet niet of je het kan zien, maar er zitten al allemaal vlekken op en zo. Mensen, zal ik het eerst oefenen op de lelijke? Ik ga een heel klein beetje oefenen eerst op de lelijke. Oké, moet ik iets onderleggen? Vast niet. Oké, wat ik iedereen zag doen is eerst... met wit. Oh, is dit te veel? Is dit te weinig? Eeuw, kijk hoe het eruit ziet. Oh, heb ik veel te veel water gedaan? Mensen, wie weet hoe 40 gram water eruit ziet? Oh, dit is echt veel te veel water, denk ik. Oh nee, en ik heb dat bij allemaal. Ik heb
Veel te veel water. Oké. Ik dacht dat het 1-op-1 zeg maar moest. Weet je wat het natuurlijk is? In die video's die ik gekeken heb, daar hadden ze allemaal van die super deluxe verf. Dus dan is het super dik. Maar letterlijk, die verf die ik gebruik is al zeg maar 90% water. Dus ik weet ook niet of ik dat nog heel erg moet verdunnen. Oké, ik ga het gewoon met deze eerst eens proberen. Of doe ik er nog meer wit bij? We doen er nog meer wit bij. Oké, mensen, nou, ja, kijk, hij blijft helemaal zo brokkerig. Misschien is die verf gewoon over de datum. Oké, weet je wat? Ik ga het gewoon proberen. Kijk hoe fucking brokkerig het is. Oh, dat is echt niet goed. Oh, mensen, wat lelijk. Oh, nee. Oh, dit is wel hoe het moet. Dat je het zeg maar zo, dat het... Oh my god. Eeuw. Mensen, dit is niet goed. Het hoort zeg maar helemaal mooi glad te zijn. Waarom kan ik dit niet? Kijk hoe brokkerig het is. Eeuw. Mensen, volgens mij is gewoon die verf niet meer goed. Oké, ik ben blij dat ik even dit op de tester heb gedaan. Want dit wordt fucking niks. Eeuw, kijk. Oh, mensen, hoe smeren. Oh, maar op mijn hand is... Ah, nee. Misschien als ik... By the way, ik heb niemand dit zien doen. Oké, mensen, weet je wat? Dit gaan we dus niet doen. Fuck it, ik wou het oefenen. Nou ja, die witte verf. Maar dat is ook de enige die ik niet nieuw gekocht had. Dus misschien dat dat ook een rol speelt. Oké. Wat we dan gaan doen? Hier moet je kijken. What the fuck, Zenos? Dit zat nog in de verpakking en ik haal hem er fucking zo uit. Nou, gelukkig gaan we er met 500 lagen verf overheen, maar... Wat een bullshit. Oké, mensen, ronde 2. We skippen gewoon even de stap van het canvas eerst wit maken, want deze is al wit. Behalve dit, hallo. We gaan gewoon gelijk gieten, ik ben er klaar mee. Mensen, volgens mij was die witte verf gewoon over de datum, want deze zijn nog helemaal nieuw. En die gaan gewoon wel normaal. Mensen, ik merk wel... Oh, oh, nee! Oh my god. Oh, dit had ik al zo erg kunnen voorzien. Oh. Oh my god. Ik ben echt zo dom. Het staat ook helemaal op de rand, mensen. Oh. Ik weet niet of je het kan zien, maar het ligt helemaal op mijn kast en zo. Oké, weet je, daar ga ik me nu niet eens druk om maken. Het is kunst, kunst leeft, kunst is vloeibaar. Oh my god. Oké, let daar niet op. Is het net buiten beeld? Ja, oké. Dan doen we gewoon alsof het niet net gebeurd is. Ja, mensen, ik ga dit nou afmaken ook hoor. Ik ruim dat straks wel op. Oh, en nu is zoveel verf ook weer eruit. Oh, oké. Paars wordt wel een accentkleur. Ik ga wel gewoon gieten. Ja, waar zal ik mee beginnen? Met groen? En zal ik het in het bekertje gieten of zal ik het gewoon zo erop gooien? Iedereen deed het in het bekertje, dus ik doe wel eerst een klein beetje zo erin. En hem dan ondersteboven erop zetten en dan kijken wat dat doet. Oh, sorry, je ziet het helemaal niet. Kijk wat een mooi effect het heeft. Het is wel echt heel gaaf. Nou, een paar is nu al leeg. Kijk, het idee is, je hebt dus nu een dingetje waar dus alles in zit. Dat je dan dit zeg maar zo doet. En dan... Ik zag allemaal mensen erop tikken. En niet omdat het ASMR was, maar om zeg maar de verf naar beneden te laten zakken. Oké, hoe erg ik altijd gehaat heb op die video's. Maar ik moet zeggen, ik vind het nu al leuk en ik heb nog niet eens wat gedaan. Mensen, 1, 2... Oh, wat raar. Huh? Waarom heb ik geen groen? Oké, en nu moet ik dus snel... Mensen, wat leuk dit. Oh, kijk hoe gaaf. Mensen, wat ziet het er cool uit. Nou, het is wel echt voornamelijk roze en paars en blauw. En echt een heel klein dingetje groen. Oh, mensen, dit is echt cool. Mensen, oh my god, ik wil dit echt de rest van mijn leven blijven doen. Oh, kijk hoe gaaf. Dus, oh, het is zo vloeibaar. Het loopt echt overal heen. Oh, kijk, daaronder zit allemaal groen. Dat is alleen echt... Oh, het is alleen niet genoeg verf, denk ik. Oké, we gaan er gewoon nog een beetje overheen gooien. Mensen, ik ben zo excited nu. Oh my god. Oké, maar we doen dus voornamelijk groen. Oh, maar daar zit ook echt nog het meeste in, dus dat klopt wel. Oh, mensen, wat leuk dit. Oh, maar ik moet niet te veel mixen, want... Oh, kijk, hier zie je het al. Daar wordt het dan bijna bruin. Dat is lelijk. Het gaat gewoon een beetje... Mensen, hoe cool ziet dit eruit? Kijk dan, dat lijkt wel bijna op een, ik weet niet, een zeepbel of zo. Hier die zeepbel. Kijk dan hoe cool dit is.
Oh, ik heb er echt geen spijt van. Mensen, dit is echt zo leuk. Oh, echt, als je deze hele fucking quarantaineperiode niks te doen hebt, ga dit doen, want het is echt... Oh, het is zo leuk. Mensen, het lijkt bijna op een soort van... paddo-marmer of zo. Oh my god. Oh, en ook als je beweegt, dan komt er alweer een nieuwe laag tevoorschijn. Mensen, alleen ze hadden het ook nog over dat er van die soort van bubbels, zeg maar, konden komen. Wat je dus normaal met die siliconenolie hebt. Alleen waar ik dus dat afwasmiddel voor gebruikt heb. Alleen dat zie ik niet. Maar mensen, ik vind het echt nog steeds zo gaaf te uitzien. Mensen, godver, mijn camera die stopt ermee. Maar, au. En mijn lamp is fucking heet. Mensen, sorry, je ziet heel die lamp erin. Daar had ik helemaal niet over nagedacht. Maar zo, mensen, kijk dan hoe fucking mooi dit eruit ziet. Oh, maar... Mensen, als je blaast. Oeh, kijk. Mensen. Er komen er nog meer kleuren tevoorschijn. Ja, ik moet eigenlijk niet te veel meer doen. Ik heb dus gehoord van iemand in zo'n tutorial dat als je er met een föhn overheen gaat, dat dan die cellen nog doorkomen. Ga ik dat nog proberen? Mensen, nee, ik ga dat niet nog proberen, want ik ben dan echt bang dat ik het verpest. En het was letterlijk één iemand die dat zei, dus ik gok ook dat dat helemaal nergens op sloeg. Dus bedankt, afwasmiddel. Je hebt niet bijgedragen aan dit hele experiment. Oh wel, straks misschien wel, als ik fucking dit allemaal schoon ga maken, dat dan dat afwasmiddel nog van pas komt. Maar daar focussen we nu niet op. We houden ons hierbij. Mensen, oké, het duurt waarschijnlijk echt 500 jaar voordat het droog is, want het is letterlijk alleen maar waterige verf en water. Ik ben benieuwd of die kleuren een beetje houden als het opdroogt. Het is echt, mensen, als ik het op de camera nu zie, het is echt zo'n chaos. Ik zal proberen een mooie foto van te maken als die af is. En dan zal ik hem nog even laten zien. Dus mensen, ik ben over een paar dagen terug. Ik ga hem nu even laten drogen. Dus ik zie jullie weer over 500 uur en jullie zien mij over 2 seconden. Oké, mensen, ik ben nu echt klaar. Mensen. Mensen, ik kan echt niet anders dan het iedereen aanraden om dit een keer te proberen. Het is echt zo leuk. Toen het eenmaal droog was, was het een beetje mat opgedroogd. Maar ik heb er nu een laagje vernis overheen gedaan. Kijk hoe mooi die kleuren gewoon zijn. Hoe diep ze, zeg maar, eruit zien. Gewoon hoe mooi. Oh, ik ben er echt voor het eerst gewoon blij mee. Wie had dat ooit kunnen denken? Mensen... Nou, dat was dan ook gelijk deze video. Mam, als je kijkt, ik hoop dat je er blij mee bent. En ik hoop dat je je kleurenpalet in de kamer de rest van je leven houdt. Want dan past deze er altijd bij. Mensen, verder in ieder geval bedankt voor het kijken. Laat even weten of je deze setting leuker vindt. Mensen, ik denk dat ik dit leuker vind in plaats van... mensen, hoe dan ook. Ik ga nu mijn kastje schoonmaken. Wat ik eigenlijk ook al lang had moeten doen. Alleen dat duurde ook 500 jaar voordat het droog was. Mensen, als je deze video leuk vond, vergeet dan niet te liken en te abonneren. En bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bye!